Vanwege de economische crisis in Suriname waren sommige bedrijven genoodzaakt om hun deuren te sluiten. Weer andere moesten overgaan tot inkrimping. Dit is duidelijk niet het geval met JETSA International. Dit bedrijf herdenkt vandaag haar 25-jarige bestaan. Het feestje is in klein verband gevierd met het personeel, de klanten en zakenpartners. Volgens marketing associate Donovan Pinas is deze mijlpaal gehaald door grote inzet en de juiste mindset van de leiding en het personeel. Pinas zegt dat de oprichter en eigenaar van JETSA, John Aladdin, vanaf het begin het idee had om iets groots van het bedrijf te maken. Hij is van huis uit onderwijzer, maar kijk hoe ver hij nu is. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste dat hij heeft gespeeld. Het is een internationaal bedrijf. Waarom noemen jullie jezelf internationaal? Nou, we staan niet alleen bekend in Suriname. Toch? We doen ook zaken met buitenlandse bedrijven. En we zorgen ervoor dat we natuurlijk voor onze cliënten de beste producten in huis hebben. En ja, we halen dus dan een groot deel daarvan uit het buitenland. De jarige JETSA International heeft in verband met het bereiken van een kwart eeuw enkele sociale instellingen bedacht. Die dus dan ook zich inzetten voor degenen die het wat minder hebben, thuis en daklozen bijvoorbeeld. Want ja, hoe dan ook, het sociaal karakter die zit ook hier bij JETSA. Voor de medewerkers, daar doen we ook veel voor. Want we weten dat zodra de eenheid wordt gevormd, als we het samen doen, dan komen we wel samen aan. COVID-19, hoe gaat het bedrijf daarmee om? Deze vraag wordt ons ook vaak gesteld, want er zijn ook een heleboel bedrijven die moesten sluiten en al. Maar zoals u zelf ziet, we houden ons strak aan de maatregelen. En we blijven ons best doen om de kop boven water te steken. Het is natuurlijk niet makkelijk, maar zoals ik eerder zei, ieder die spant zich in, ieder die zet zich erin voor. En ja, dat maakt dat we het natuurlijk zullen redden. En dat was Donovan Pinas, marketing associate van JETSA International. We spraken hem in verband met de viering van het 25-jarig bestaan van het bedrijf. Alle klanten werden getrakteerd op een hapje en een drankje.